Ja, we zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest met het vernieuwen en het verbeteren van het centrum. En dit vernieuwde Kuiperplein wat je achter mij ziet, dat is, nou ja, het ziet er prachtig uit. Nou, het oude Kuiperplein, dat was een hele oude, grijze, kale asfaltplak die er al 30 jaar lag. Dus dat was reden om er wat aan te doen. We vinden het belangrijk dat het centrum van iedereen is. Je kunt dat het beste doen door zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het ontwerp. Nou, dat hebben we hier ook gedaan. In mei 2018 is er een groep van 20, 25 bewoners, organisaties, ondernemers opgestaan. Die hebben gezegd, wij willen dit samen met de gemeente vormgeven. Er werd een buurtcommissie eigenlijk opgesteld en daar zaten wij in. Om te kijken wat de ideale situatie voor ons zou zijn en welke inbreng wij aan het plein konden leveren. En die participatie die heb ik heel erg op prijs gesteld. Het allermooiste van dat proces is dat je uiteindelijk zaken die je als omwonende hebt ingebracht ook terugziet in het ontwerp en in de realisatie. Ja, wij zijn vanaf het begin af aan nadrukkelijk betrokken geweest bij het ontwerpproces. En we zijn er gezamenlijk tot een voor ons superplan gekomen. En ik denk dat er al met al daardoor door de manier van meedenken een evenwichtig plan is wat uiteindelijk door iedereen gedragen wordt. We hebben het Kuiperplein een mooie frisse uitstraling willen geven door bijvoorbeeld het asfalt te vervangen voor klinkerverharding, een slimmere indeling te maken in het plein en het verder te vergroenen. De verbetering is vooral eenheid, ziet er fris uit. En wat een enorme verbetering is, dat is het groen. Dat doet wat voor je woning. Het is al een hele verbetering wat betreft uitzicht dan wat er in eerste instantie lag. En we zien ook wel potentie in van meer groen op het plein, iets meer zitgelegenheid aan het plein. En daardoor meer levendigheid eigenlijk. Voor ons was wel erg belangrijk dat de opstelling zoals wij die hadden zoveel als mogelijk gehandhaafd zou blijven. En zo zijn er bijvoorbeeld aan de zuidzijde geen bomen geplant, omdat wij daar het podium nog kwijt moeten. Op het plein zelf zul je alleen maar een aantal lantaarnpalen zien. En dat heeft natuurlijk alles te maken met veiligheid gedurende het evenement. Wat ik echt eigenlijk mee wil geven, van wanneer er in jouw omgeving dit soort projecten zijn, ga meepraten. Denk mee. Want het is jouw omgeving.